Die kans is heel aanwezig. En dat geldt eigenlijk ook voor de 6 wolven die we in de periode januari tot en met april hebben vastgesteld. Van 2 daarvan weten we wat hun lot is. 1 heeft zich gevestigd in België, 1 is daar doodgereden. Van die andere 4 hebben we dus geen DNA meer waargenomen. Het kan zijn dat ze dus nog wel aanwezig zijn, maar gewoon geen schapen hebben gepakt. Hoe anders was dat op 13 juni in Lierholthuis? Daar vond een boer 26 doodgebeten schapen in zijn land. Vandaag werd het bekend dat het werk van deze wolvin was. Een nieuwe in ons land. Na een reis van 600 kilometer kwam ze vanuit Duitsland via omzwervingen in Drenthe en Friesland in Lierholthuis terecht. Vervolgens is ze doorgetrokken richting de Veluwe, waar het wolvenvrouwtje zich vermoedelijk nog steeds bevindt. Als dit wijfje blijft hangen op de Noord-Veluwe en met wat we nu dit voorjaar al hebben gezien aan bewegingen van verschillende wolven door ons land, is het niet uitgesloten dat zich ook nog een mannelijke wolf vroeg of laat weer op trektocht hier door de Veluwe komt, dit wijfje vindt. En als dat een klik is tussen die 2, ja, dan kan het maar zo een paar worden en dan zouden we maar zo eind april, begin mei volgend jaar jongen kunnen hebben. We moeten er dus serieus rekening mee houden dat de wolf zich hier permanent gaat vestigen. Maar moeten schapenhouders zich dan al zorgen gaan maken? Wat we ook weten is dat gevestigde wolven, en dat zie je dus ook, steeds minder schapen doden. Het aantal aanvallen op schapen was dit voorjaar aanzienlijk hoger dan wat we nu deze zomer zien. Kan betekenen dat er beduidend minder wolven zitten, maar je ziet het ook aan de datapunten bij bijvoorbeeld het vrouwtjeswolf. Ja, daar zitten weken tussen dat er geen enkel doodschaap wordt gemeld. En in die tijd moet ze wel eten. Dat doet ze dus met name met wilde hoefdieren.